In Hassekamp wordt dit jaar tijdens de Heideweek bij verzorgingstehuis Metje van Opella de Heidedag gehouden. Het bezoek van deze dag liep vorig jaar erg terug, maar al het geld dat uitgegeven wordt aan activiteiten tijdens deze Heidedag gaat naar activiteiten voor ouderen in Hassekamp. Evelien van Dam vertelt aan ons alles over deze dag. Nou, die gaat eruit zien als volgt. We hebben een kleedjesmarkt. We hebben allerlei kramen waar ook lekkere dingen gekocht kunnen worden. Mensen kunnen hier komen koffie drinken met gebak. Er is 's middags een lekkere hap. Van alles en nog wat te doen voor jong en oud. En een envelop trekken. Voor de kinderen is er van alles te doen. Ja, het is eigenlijk voor jong en oud van alles te doen. Ja, en dat is het ook. Maar jullie doen dit met een speciale reden. Want jullie willen hiermee geld ophalen. Ja, de reden is dat we voor de ouderen uit Hassekamp, de bewoners van Metje, al onze cliënten in de omgeving, dat we daar na die tijd gewoon wat leuks voor kunnen gaan doen. Een gezellige avond, een keer uit eten met de mensen, wat lekkers. Ja, een high tea verzorgen. En dat wordt dan allemaal uit het geld wat we ophalen bij de Heidemarkt. Ja, waarom is dat zo belangrijk om met deze mensen te gaan doen? Ze kunnen toch zelf op pad? Nou ja, het is echt, een hele hoop mensen zijn erg eenzaam. En ja, we willen toch dat de mensen samen zijn. En je merkt gewoon als je een avond organiseert hoeveel plezier en hoeveel lol mensen met elkaar hebben om samen te zijn. Ja, dat is toch wel heel belangrijk. Waar veel ouderen mee kampen is dat die eenzaamheid. En dit wordt met die activiteiten een beetje opgelost. Ja, met deze activiteiten en ook mede namens de sponsoren die we krijgen vanuit de omgeving. En daar wordt het een beetje door opgehaald. Ja, dat is heel wat. Zijn de ouderen uit Hassekamp hier zelf ook bij? Er zijn heel veel ouderen hier uit Hassekamp die hier aan meehelpen. We hebben ook een aantal vrijwilligers. Omdat ze het zo'n goed initiatief vinden, ja, dat ze het toch wel heel leuk vinden om dit te doen. Op welke dag in de Heideweek is deze activiteit? Op dinsdag 27 augustus. En die begint 's middags om 1:30. En dan tot een uur of 7, 7:30 is die 's avonds. En de hele dag wat te doen. Ja, en volgens mij is er ook genoeg te eten. Er is genoeg te eten en te drinken. En ja, we hopen ook op mooi weer. Dus de ijskraam staat ook klaar. Dus ja, dat wordt een gezellige dag.